Wens. En we zijn nu hier op de... We zijn op de huisartsenspoedpost Paramaribo in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Ja, en die is vandaag officieel geopend. Ja, vandaag officieel geopend en we hebben al 5 patiënten gehad. Dus het gaat heel hard. Ja, en u bent de manager? Ik ben de eigenaar en oprichter van de huisartsenpost en in deze functie naar bestuurder, directeur dus. Oh, geweldig. En waarom een huisartsenpost? Nou ja, je wilt dat zorg bereikbaar is, 24/7 zo'n beetje. En als je kijkt naar de zorg in Suriname, dan is dat niet zo. Nee. En dan probeer je dat bereikbaar en benaderbaar te maken voor iedere Surinamer. Ja. Dus vandaar dat het huisartsenpost. Goed, en u bent de eigenaar in oprichting. Doet het samen met Nederlandse artsen? Of belangrijk is dat wij alleen Surinaamse artsen in dienst hebben. Ik ben Nederlander op paspoort, maar in Suriname geboren en getogen. Belangrijk feit. Ja. In Nederland heb ik ook een huisartsenpost met 5 miljoen patiënten die ik bedien. En datzelfde doe ik nu ook voor Suriname. Geweldig. Is de bedoeling dat je gaat uitbreiden of gaat het alleen maar beter zijn? Nou, ik denk dat we eventjes dit perfect moeten doen. En wanneer we het helemaal perfect hebben en alle kinderziektes eruit zijn, dan kunnen wij kijken naar hoe gaan wij dat uitbreiden. Ja, met je ervaring die je hebt, ben je al voorbereid op kinderziektes, denk ik? Ja, klopt. Maar de systemen die we meenemen zijn nieuw voor Suriname. Het is eigenlijk echt een primeur. Ja. Suriname draait hetgeen wat wij doen niet tot vandaag dan. Ja. De telefonie is nieuw. Dus wij anticiperen wel op kleine kinderziektes. Maar daarom lopen onze ICT'er ook gewoon rond nu. En die kan dingen gewoon meteen troubleshooten, zeg maar, als er problemen zijn. En wat kunnen mensen allemaal doen bij de hulppost? In principe kun je het zien als huisartszorg, maar dan huisartsenspoedzorg. Het is zorg die niet kan wachten totdat de eigen dokter er is. En dus dat wil zeggen, als u zeg maar, zich ziek voelt of onwel voelt in het weekend, in de nacht of in de avond, dan kunt u gewoon bellen met een dokter. Ons nummer is 124, dus wel van belang. Het nummer is nog niet gratis, daar werken wij wel aan. En ik begreep ook net van de IT'er dat Digicel klanten nog niet kunnen bellen, maar ook daar werken wij aan. Dat zal in de loop van de week een feit zijn. Oké, en u bent zelf ook arts? Nee, ik ben gewoon zorgondernemer. En in principe werk ik 2 dagen als psycholoog ook, dus ik heb wel een zorgachtergrond. Maar ik ben vooral zorgondernemer. En eigenlijk is dit, zo'n huisartsenpost, is eigenlijk om de eerste drukte te voorkomen bij een SEH. Ja. Hier is je eerste screening. Ja. En dan gaan jullie bepalen van oké, dit is echt naar, zoals we het in Nederland kennen, ja. De huisartsenpost. Ja, eigenlijk is dat zo. Alleen in Nederland is het een beetje uit de klauwen gegroeid. En wat we dus in Nederland niet zo goed hebben gedaan, dat proberen we hier dan beter te doen. Door mensen te instrueren waar we zo voor zijn. We zijn er voor spoedzorg, we zijn geen eerste hulp. Nee. Dus dat betekent dat wij niet de hele zieke patiënten hier kunnen zien. Maar we kunnen wel iemand die binnenkomt ziek, kunnen wel stabiliseren en dan naar de juiste specialist brengen. Ja, zoals we net hebben gezien. Ja, ja. Klopt. Oké. Okay. Kunt u ons een rondleiding geven? Dit is uw kantoor. Nou, wacht even, nog een vraag. Oh, hoe heb je de behoefte geïdentificeerd dat Suriname zoiets nodig heeft? Nou ja, als je kijkt naar hoe zorg is ingedeeld, dan zie je echt dat mensen te lang wachten. En dat bijvoorbeeld heel veel mensen naar de SEA gaan. Maar ongeveer 70% van die mensen die daar zitten, die hebben daar eigenlijk niet zoveel te zoeken. Dus in wezen, als je dat zeg maar naar Suriname brengt, dan moet je het Surinaamse volk eigenlijk niet leren, maar gewoon wel voorlichten. En dat het handig is als je ons eerst even belt. Ik ben ook urgentiedenker, ik ben triagist ook van beroep. In Nederland, dus dat betekent dat je eerst belt en we gaan eerst even luisteren van hé, wat is er aan de hand. En de telefoon kan ik heel veel eruit halen en het kan zijn dat u niet eens hoeft te komen. En dat advies dat ik dan geef, dat is gewoon iets wat u dan moet opvolgen of mag opvolgen. En als het nodig is, dan komt u langs. Ja. Dus daarom is die behoefte, daarom is het zo nodig, omdat je ziet dat mensen te lang wachten en onnodig naar het ziekenhuis gaan. Ja. Oké, bij het ziekenhuis betaal je drempelkosten als je moet gaan voor de SEH. Ja. Dus dat zal het ook zo zijn, want het is een dienst die jullie verlenen. Ja. Neem aan dat het niet gratis kan zijn, want zorg kost geld. Ja, klopt. Ja, inderdaad, zorg is niet gratis. Initieel hadden wij al gezegd van wij kosten ongeveer 50 SED per maand. Wat bij ons geleverd wordt, zie je het maar als drempelkosten die u vooraf betaalt. U kunt ook bijvoorbeeld 300 SED betalen voor een half jaar. En dat betekent dat u eenmalige drempelkosten betaalt voor een heel half jaar. En dan kunt u ons gewoon een half jaar lang gewoon bellen. Dus net als een abonnement, kun je zeggen? Ja, dat is een abonnement. Maar ja, abonnement op zorg, ja, is een lastig woord. Is vloeken in de kerk een beetje. maar kijk, in Suriname is het gewend om drempelkosten in rekening te brengen.
Nou, wij doen er een stapje bovenop. Dus inderdaad, u betaalt wel drempelkosten. Maar die kosten zorgen ervoor dat u ons voor 6 maanden lang, of voor een jaar, als u dat wilt betalen voor een jaar, dan kunt u ons voor 6 maanden of een jaar lang, kunt u ons gewoon dag en nacht gewoon bellen. En kunt u een dokter spreken en die geeft u advies. Maar als ik gewoon 50 SRE wil betalen, dat mag ook? Of dat mag ook. Dat mag ook. Maar weet je, kijk, administratief is het lastig. Maar okay. Dus ik zeg altijd van nou een half jaar, dan dat is makkelijker om te implementeren. Want we zetten ook meteen, we maken meteen een digitaal dossier van u aan. Okay. Dus zo gauw u gebeld, zo gauw u dus dat betaald heeft, wordt u in het systeem gezet. En als u dus belt met uw geboortedatum, weten we meteen wie u bent en waar u bent op dat moment. Oké, okay, ja. Toppie. En waarom het Sint Vincentius ziekenhuis en niet bijvoorbeeld het Diakonesse ziekenhuis worden? Ja, dit is een mooi ziekenhuis. Ook een oud ziekenhuis. En er zit gewoon heel veel karakter in het ziekenhuis. Dat vooral. Daarom. Dat voorop. En je ziet ook dat dit ziekenhuis wil heel graag innoveren. Ja. En ze luisteren ook graag naar mij, dus de directeur. We willen graag innoveren. Dat brengt naar voren dat ik dus voor dit ziekenhuis heb gekozen. De samenwerking is gewoon prachtig. Ja, iemand zegt geweldig dat je nog in deze moeilijke tijd onderneemt en mensen wensen je allemaal succes. Ja. Dus we gaan een rondleiding krijgen. Ja, zeker, zeker. En dit is het kantoor. Nou, dit is niet mijn kantoor, maar dit is een spreekkamer. Oh, het is een spreekkamer, zo. Want hier moet je van het kantoor. Ja. Wat belangrijk is dat we doen net weer een beetje terugkomen. We hebben net wat schoolpatiënten gehad. Ja. Dit zijn onze traumakamers met onze crashcar. Onze beademingsapparatuur is er ook bij. Die stabiliseren dus ook mensen die dus niet lekker binnenkomen. We hebben vanmorgen al 2 gehad. We zijn om 9 uur opengegaan en we hebben al 2 moeten stabiliseren hier. Okay. Vanmorgen, dus dat gaat wel redelijk rap. Ja. Maar het geeft ook aan dat we goed voorbereid zijn. Ja, dus nog hier en daar doen. Nog wat. Wat dingen tweaken, maar we zijn goed voorbereid op alles wat kan komen. Dus hier doen we het 1. Dit zijn voor de superzieke patiënten. Mm-hmm. En als we kijken, dan aan de linkerkant zitten de behandelkamer, ja. Maar ook de spreekkamer, zeg maar. Dus, en we hebben ook onze eigen apotheek. Oh. Ja. Dus dat is een beetje, dat is uniek natuurlijk. Ja. Dus als we hier een recept uitschrijven, dan loopt de patiënt gewoon hier naartoe. En die krijgt dan gelijk zijn naam medicatie mee. Dus hoeft niet naar 65 apothekers te gaan om te gaan zoeken. Onze apotheek is redelijk gevuld. Wow. Het wordt elke week weer aangevuld door de apotheker, zeg maar, die erachter zit. Zeg maar. Dus dat wordt dan weer aangevuld. En we hebben de meeste medicamenten hebben we gewoon hier. En als we iets niet hebben, dan ja, nou, dat betwijfel ik eigenlijk. Maar ja. We proberen wel rekening te houden met de meest voorkomende medicamenten. Die hebben we dus gewoon hier. Standaard. En ook vaccinaties en dat soort dingen die we kunnen toepassen. Die hebben wij, die worden trouwens deze week trouwens pas geleverd. Onze koelkast staat al klaar. Maar dat kunnen wij dus ook doen. Dus de patiënt komt daar naar binnen. Mm-hmm. Zal u ook eventjes meenemen. Hoe staat het met de verzekering? Hebben jullie een samenwerking met de verzekeringsmaatschappij? Ja. Ja, zeker. We hebben een samenwerking met SZF. En met alle andere verzekeringen zijn er gesprekken gaande. Maar dat wordt gevoerd door het ziekenhuis. Hmm. Want wij hebben hier een samenwerking waarbij wij dus vallen onder de paraplu van het ziekenhuis. Waarbij wij dus dit faciliteren. In ieder geval wij zorgen ervoor dat dit is ook ons eigen personeel. Dat alles goed geregeld is en het ziekenhuis, wij vallen dus. Wij werken dus echt zo nauw samen met elkaar. Dus mensen komen hier, hè? Ja, dit is de ingang natuurlijk. Dit is de triagezamen. Okay. Dit is de fysieke triagezamen. Ja. En daar zit een artsassistent. En als iemand geen afspraak heeft, ik stuur niemand weg. Nee. Ik wil eerst weten wat er aan de hand is en dan krijg je een kleurtje aangekoppeld en dan best wel zijn dat je is nu druk in de wachtkamer. Kom maar op weer even terug, want dan heb je een afspraak. De afspraak is ook op tijd. Dus op die tijd word je op call. Het kan zijn dat het een spoedgeval is, maar in principe die tijd is de tijd waarop je geholpen wordt. Een kwartiertje uitloop, maximaal, maar hier een uur zitten, dat hebben we het niet goed gedaan. Ja? Hier is het stiekem. Hier wordt de triage ook uitgevoerd. Als iemand dus binnenkomt zonder een afspraak, worden hier de gegevens snel opgenomen. Dan wordt eventjes even plaatsnemen, zeg maar.
En dan wordt hij hier naartoe gebracht om dus gedrieën te worden gezien. Ja. Dus eigenlijk is het ingericht zoals wij dat in Nederland kennen. Ik heb jarenlang in de voedselzorg gewerkt in Nederland. Ja. Dus het hele concept en hoe ze dat daar doen, dat wil ik graag aan de Surinaamse volk laten zien. En met andere woorden, je komt binnen en je wordt gewoon vriendelijk doorgestaan. Je wordt meteen geholpen. We hebben echt in ruim tijd heel veel mensen doorheen geloosd vanmorgen. En dat is gewoon prachtig om te zien dat het systeem werkt. Ja. De komende dagen gaan wij wat meer met telefonie doen. Want we hebben meteen al gemerkt dat daar wat hiccups zijn vanmorgen. Mm-hmm. Maar dat is morgen al glad gestreken. Zodat wij de komende tijd gewoon feilloos werken. Geweldig. Ik zie ook dat jullie heel erg actief meldingen plaatsen als er iets mis is of zo, ja, op jullie Facebookpagina. Ja. Om zo de mensen te informeren. Te informeren. Ja. Ja, ik denk dat communicatie vanuit de zorg naar buiten toe is heel belangrijk. Ja. Kijk, wij gaan vandaag open, maar je weet pas dat er problemen zijn als je echt gaat draaien. Je hebt alles wel voorzien met de nieuwste technieken, maar sommige dingen kom je pas tegen als je nou eenmaal gaat draaien. Klopt. Ja, dus we schrokken eigenlijk wel vanmorgen van hey, digitale mensen kunnen ons niet bellen. Dat is een beetje ongehoord, maar dat kunnen wij wel schrijven. Ja, en dan ga je dat met de digitale oppakken. Ja. Er is in het Sint Vincentius ziekenhuis die huisartsen post 24 uur open. Ja, in het weekend 24 uur open. En door de week vanaf 5 uur middag tot 7 uur morgens de volgende dag. Geweldig, want natuurlijk kunnen ze daarvoor naar hun eigen arts. Vanaf 5 tot en met 7 uur 's ochtends door de week. Ja. Geweldig. Complimenten, zeg ik, doen we ook denken aan.